Hallo, vandaag ga ik iets doen waar ik al een poos tegenaan loop te hikken. Iets wat ik gewoon best wel eng vind om te doen. En dat is, be nou niet bellen, het is niet dat ik telefoonvrees heb, wel eens trouwens hoor, dat ik denk van oh my god, nu dus. Omdat ik iemand wil bellen om een, nou ik moet even achtergrondinformatie. Ik heb in Amerika ben ik ooit begonnen bij de televisie. Daar heb ik een aantal jaren voor Amerikaanse tv-nieuws, soort van entertainment-nieuws, heb ik een aantal jaren gepresenteerd. Mijn eigen segment, 3 keer per dag, live op tv. Nou, dat was hartstikke leuk en dat mis ik eigenlijk heel erg. Ik heb ook mijn eigen podcast gepresenteerd. En nu we in Nederland wonen, 2 jaar, begint het toch best wel te kriebelen. Alhoewel ik altijd heb gezegd van de Nederlandse tv-wereld, ja, ik weet het niet, is dat wat voor mij? Het is allemaal wat. Ja, ik weet niet. Ik weet gewoon niet of ik daarin pas, zeg maar. Maar ja, het begint toch wel weer te kriebelen om daar iets mee te doen. Dus misschien is tv niks. Misschien moet ik gewoon podcasten. Misschien moet ik gewoon lekker blijven vloggen. Maar ik wil het wel een kans geven. Dus ik ken een aantal mensen, letterlijk 3. 3 mensen. Die iets hebben met de Nederlandse televisiewereld. Nou, één daarvan. Heb ik een telefoonnummer van. En die ga ik nu dus bellen wat te doen. En hij werkt bij een lokale omroep. Dus ja, ik ga nu bellen. En ik vind het best wel heel erg spannend. Wish me luck. Dit nummer is niet bereikbaar. U wordt doorgeschakeld. Voicemail. Hoi, Pelpina. Ik wilde gewoon weer even in contact komen om te kijken hoe het met jullie gaat. En om te kijken of ik nog wat voor je kan betekenen bij de omroep. Lijkt mij in ieder geval heel erg leuk om daar een keertje over te praten. We spreken later nog wel een keer. Doeg! Dat was spannend. En ik ga ook even een appje achterlaten. Is dat raar? Too much? Too much? Nee, toch? Ah, ik denk dat hij op vakantie is. Hij was echt dagen geleden online. Oké, dus that's what's going on. Oké, maar goed, voicemail is achtergelaten, het zaadje is gedropt. We gaan het beleven, we gaan het zien. Ik hou je op de hoogte. Als je nog meer video's van mij wil zien waarin ik probeer elke dag iets anders te doen. Iets wat ik spannend vind of anders doe of gek. Iets memorabels, zeg maar, om mijn leven te krijgen dat ik graag wil. Klinkt dat raar? Misschien een beetje, maar goed. Misschien begrijp je me. Hey, ik zie je in de volgende video. Doeg!